Goedemiddag, goedenavond. Het is even wennen, want het is na 6 uur natuurlijk avond. 6:55 en je luistert naar Traffic Radio Live vanuit de Flint in Amersfoort. We gaan het hebben over smart mobility, laat ik het zo zeggen. Tegenover mij Gert-Jan en Chris, als ik me niet vergis. Christian, namen zijn nooit mijn sterke punt geweest. Jongens, de smart mobility, ja, een soort prijs, hè? Kan je daarvan over wat vertellen? Ja, klopt. Smart Mobility Challenge is een initiatief van de provincie geweest. Waarbij er een wedstrijd is uitgeschreven voor de slimste mobiliteitsoplossingen van de regio en daarbuiten. Oké. En wat was dan precies de opdracht? Ja, vind een slimme mobiliteitsoplossing die een bepaald soort systeem gebruikt, bepaalde data gebruikt. Oké, en jullie hebben dat gedaan en hoe? Laat ik met jou beginnen. Gert-Jan, wat is jouw mobiliteitsoplossing? Wat is jouw idee? Ja, ik heb samen met de partners Social Charging ontwikkeld. Mm-hmm. En de payoff daarbij is Electric Car Users Connected. Wat we hebben gedaan is eigenlijk een sociaal netwerk voor elektrische autogebruikers ontwikkeld. Waarmee zij al heel eenvoudig op afstand met elkaar contact kunnen hebben over oplaadpalen. En zo oplaadpalen efficiënter met elkaar kunnen delen. En daardoor vaker kunnen opladen. Waardoor ze meer elektrische kilometers kunnen maken. En druk bezette oplaadpalen eenvoudig met elkaar kunnen delen. En een soort van online platform daarvoor? Ja, nou, het is een platform en daarop draaien de apps. Dus eigenlijk voor de gebruiker is het gewoon een app. En in die app kun je heel eenvoudig kijken waar er oplaadpalen zijn. Ja. En indien die oplaadpalen bezet zijn en mensen doen mee aan social charging, dan zijn ze bezet, maar zijn ze wel bereikbaar. Dus iemand die zijn auto daar heeft aan het opladen is, maar misschien al heel lang geparkeerd staat, die kan dan een berichtje krijgen van, hey, zou ik zo kunnen opladen? Ik zie dat je zo'n tijdje aan het laden bent. Ik woon bij je in de buurt. Zou je er zo even kunnen switchen? Komt het uit? Nou, en ik ben zelf gebruiker van elektrische auto's, dus zo ben ik op het idee gekomen. Moest een tijdje, en ik weet dat heel regelmatig auto's al lang opgeladen aan oplaadpalen hangen. Maar ja, onbekenden kunnen elkaar niet bereiken. Dus wij hebben eigenlijk de sociale laag bovenop die technische infrastructuur neergelegd. Waardoor gebruikers elkaar kunnen bereiken en zo die oplaadpalen met elkaar kunnen delen. Helemaal duidelijk. Ja. Goed verhaal. Christian, jij hebt ook het gewonnen eigenlijk. €50.000 hè, met jouw innovatie. Dat klopt toch? Klopt, ja. Samen met Thijs Brentjes. Ja, samen met Thijs laten we die vooral niet vergeten. Nou, vertel. Roudel. Roudel is de dienst die jou helpt bij het vinden van de juiste plek om af te spreken. Waarschijnlijk ken je zelf het probleem ook wel. Ik kom zelf uit Haarlem en ik moest laatst afspreken met iemand uit Delft, iemand uit Eindhoven. De vraag, waar spreek je dan af? Zodat je zo min mogelijk rijtijd hebt. Vaak roepen mensen, ja, Utrecht, want dat is het midden van Nederland. Maar als je echt gaat doorrekenen, wanneer heb je nou de minste rijtijd en wanneer kan je zo snel mogelijk afspreken? Ook zo min mogelijk CO2-uitstoot, zo min mogelijk kosten. Dan blijkt dat toch je gevoel daar vaak in bedriegt. En wat Roudel.com doet, is voor jou uitrekenen wat de beste plek is om af te spreken. Rekening houden met het wegennet. Oké, dus dan vul je bijvoorbeeld twee plaatsen in en dan komt daar het meest efficiënte. Precies, 3, 4, 5 plekken. Wij vinden dan de meest efficiënte plekken om af te spreken. Inclusief natuurlijk de voorzieningen die daar zijn, zoals wegrestaurants of hotels die je daarbij nodig hebt. En daarmee spaar je gewoon geld uit en je helpt mee met file vermijden en met CO2-reductie. Wat me opvalt eigenlijk, niet om het te eigenlijk heel simpel is het eigenlijk. Maar het is wel blijkbaar innovatief en werkend goed, toch? Ja, soms zijn ideeën ook simpel. Ja, nee, alleen moet je gebruikers ook niet lastigvallen met wat er allemaal voor ingewikkeld onder de motorkap zit. Want dat is het wel. Maar voor de gebruiker is het simpel. Je tikt gewoon 4, 5 plekken in op roudel.com. En je ziet automatisch binnen 30 seconden wat de beste plek is om af te spreken. Hoe gaat het nu verder? Want jullie hebben die €50.000 beide gewonnen. Laat ik met jou weer verder gaan, Gert-Jan. Ga je het verder uitrollen? Ja, nou, vanaf vandaag is onze beta open, om het zo te zeggen. Dus gebruikers, als je een elektrische auto hebt, dan ben je van harte welkom om je op te geven. Ja, om mee te doen aan de testfase. Mm-hmm. We hebben dus een werkende app en daarmee kun je automatisch in- en uitchecken op oplaadpalen. En zo ben je bereikbaar voor andere elektrische autogebruikers om te zeggen, hey, zou ik zo kunnen opladen? Heb je een elektrische auto en vind je het, herken je het probleem? Nou, de meeste veel elektrische autogebruikers zullen het probleem herkennen. Nou, dan ben je van harte welkom om je op te geven via socialcharging.com, social-charging.com of Google even social charging.
om je mee te doen aan de beta en zo met ons mee te testen. En hoe het verder gaat, dus we gaan nu in een kleinere groep gaan we het door en door testen, zodat we alles helemaal goed hebben. Dan gaan we naar de volgende stap, die gebruikersgroep verder uitbreiden. En binnen een aantal maanden gaan we groot live en is de app gewoon in de appstores te downloaden. En maar we willen dan eerst even eenmaal echt goed up and running goed hebben. En uiteindelijk de hele wereld ermee veroveren. Ja, dat is wel het idee. Weet je, er wordt een enorme groei voor aan elektrisch vervoer verwacht. Ja. En dat is door technologische ontwikkelingen en door maatschappelijke ontwikkelingen. Want het biedt gewoon een significant voordeel natuurlijk op het gebied van de duurzaamheid, fijnstof, schone lucht enzovoort. En om die push, die groei op te vangen, zijn er slimme oplossingen nodig. En wij bieden de optie om die oplaadinfrastructuur efficiënter met elkaar te delen, waardoor je elektrisch vervoer makkelijker wordt en mensen makkelijker overstappen op elektrische mobiliteit. Christian, geldt het voor jullie ook dat jullie weer een beta-fase ingaan, dat jullie het nog uitgebreid testen of zijn jullie al verder? Ja en nee. De beta-fase is eigenlijk een uur geleden begonnen, dus jullie hebben de primeur op de radio. Okay. Dat we echt kunnen zeggen dat Roudel.com live is. Het is nog wel een beta, dus er kunnen nog wat bugs in zitten, er kunnen nog wat fouten in zitten. En we gaan de komende tijd hard werken om een aantal zaken te verbeteren en ook toe te voegen. Denk aan historische file-informatie en real-time verkeersinformatie. Dat is een thema waar we de komende maand aan werken. Maar de dienst is al te gebruiken, en sinds een uur dus. En iedereen kan naar roudel.com gaan proberen. En dan hopen wij dat we in de lucht blijven en dat het aantal gebruikers aankunnen. Nou, inderdaad, ja. Dat zal ontploffen, hoor, na dit verhaal. Nee, jongens, bedankt. Goed verhaal beide. En heel veel succes met jullie innovaties. Dankjewel. Dankjewel.